Dames en heren, wat leuk dat jullie weer kijken naar de allereerste video van Breaking Point. De gloednieuwe game mode natuurlijk in F1 2021. Waarin wij in de huid kruipen van de F1 rookie, Aiden Jackson. Terwijl hij het opneemt tegen Casper Ackerman en Devin Butler. Devin Butler kennen we nog. Althans, ik ken hem nog uit F1 2019 volgens mij. En ik wil tegen jullie zeggen, als je deze serie nou vet vindt, je wil er niks van missen van de nieuwe F1 game die dus vanaf vandaag eigenlijk uit is, abonneer dan even. Abonneer even op mijn kanaal en dan ga je niks missen. Zullen we zo doen. Bij 1000 subs komt morgen al de tweede aflevering van Breaking Point. En ik moet zeggen, we moeten kiezen. Moeilijkheid? Huh? Normaal? Uitdagend? Moeilijk? Huh? Huh? Ja? Moeilijk? Nou, fuck it. We doen het gewoon. We moeten een 10 kiezen. Of AlphaTauri. Of, wel leuk, je begint als Racing Point in 2020 en dat wordt in 2021, wordt dat Aston Martin. Alfa Romeo, lekker met Kimi. Of Haas, nou, die zijn echt wack. En Williams ook. Ik twijfel heel erg tussen Alfa Tauri en BWT en dan daarna Racing Point en dan Aston Martin. Maar ik ga toch voor Alfa Tauri. We beginnen in de laatste race van het Formule 2 seizoen van 2019. Dus hier zitten we al 2 jaar geleden. Nu het kampioenschap van de Formule 2 van 2019 op de laatste race van het seizoen aankomt, wil de jonge Britse coureur Aiden Jackson zijn naam in de geschiedenisboeken schrijven. Zo, daar gaan we hoor. De eerste cutscenes. Ik ga even mijn mel houden trouwens, sorry. Kijk nou toch, alle coureurs zijn flink aan het knokken. Dit mag je niet missen. Ze voelen nu allemaal de druk. Dat geldt vooral voor de jonge Aiden Jackson van Carlin. Jawel, er gaan geruchten door de paddock over een mogelijke overstap van Jackson naar de Formule 1. En met nog maar een paar ronden te gaan. Wat mij dan nog vraagt om dit in te spreken. Wat is dit nou? Dan was het een stuk leuker geweest. We hadden ons geen betere afsluiter van het Formule 2 seizoen kunnen wensen dan hier in Abu Dhabi. Ik denk dat ik nu het kampioenschap binnen moet gaan halen. Exact, we rijden hier in Abu Dhabi. Okay, Aiden, you're doing great. Keep focused. You know what to do. Okay. Ik zit dus hier in de auto, rij op de 4e plek. Maar ik heb geen idee wat precies de bedoeling is, hoeveel steek moet worden. We hebben nog 2 rondes te gaan hier in Abu Dhabi. Als Zet de camera voor ons zit. En ik moet zeggen dat ik dit circuit wel ken, maar in een Formule 2 auto is het toch even net wat anders. Zet de camera voor ons en daarvoor, jawel, Latifi, die destijds nog in de Formule 2 reed. Natuurlijk inmiddels coureur van Williams. Maar ik weet niet of ik posities moet winnen of dat dit gewoon voldoende is. Finish als eerste om het FP-kampioenschap te winnen. God, nu zie ik het staan. Oké, we hebben maar 2 rondjes, maar besef dat hij zegt, het is een super spannende... Oh. Oké. Okay. Geen schade, mooi. Besef dat hij zegt, het is een super spannende strijd. Terwijl ik moet nog 3 man inhalen, man. Anders word ik geen wereldkampioen. In de mud. Inmiddels zit hij ook. Oh, maar weer Raghunathan, die natuurlijk halve Nederland. Ah, hé. Hey! Die gaat niet goed aan de kant. Dat is een achterblijver. Die kreeg blauwe vlaggen. Dat is wel weer een goede meme, dat hij in de serie ook slecht is. Oké, het eerste rondje zit er nu op en we hebben Zet de camera te pakken. Hoe ik geen schade heb, ik heb geen idee. Dat zal wel een beetje verdedelijk voor mij zijn ingesteld. Oké, we moeten nog 2 man. Latifi en Giotto. Oké, we razen nu op Nicolas Latifi. Met nog 2 rondjes te gaan. We hebben dus 3 rondjes de tijd hadden we dit om deze inhaalslag te maken. Het gaat om het wereldkampioenschap Formule 2. Nou, kom op Rob, laat het eens even zien. Paarse sector 1, natuurlijk. We komen nu geen achterblijvers tegen. Ik ga hier DRS krijgen op Latifi. Hij, geen DRS, want Giotto zit er 3,5 seconden voor. Nou, dan zouden we hem toch wel moeten kunnen aanvallen. Het gat na Zet de camera's meteen geslagen. We gassen hier richting Latifi. Hij gaat richting de binnenkant. Kunnen wij buitenom? Voor plekje nummer 2. Terwijl ik echt een ziek tranenoog krijg. Omdat ik het zo ontzettend spannend vind, jongens. Ik heb eigenlijk nog nooit echt in die Formule 2 auto's gereden. Maar... Ik moet zeggen, het rijdt voor mij nog niet heel erg soepel, omdat ik er natuurlijk ook niet echt gewend ben. Maar we jagen hier wel nu op Giotto, hoor. Met nog de laatste ronde te gaan, we gaan hem pakken. We gaan het wereldkampioenschap pakken. Ja, Aiden Jackson met de snelste tijd. Aiden Jackson, dat zijn wij. Laat dat even duidelijk zijn voor iedereen. En we gaan hem pakken op dat rechte stuk.
Oh. Oh, hij pakt hier een hele rare lijn al. Ja, dit wordt hem. Iets eerder remmen. Dan kun je hem hier iets eerder op je gas misschien. Eigenlijk heb ik hier niet de beste exit. Maar wel weer DRS. En dat heeft Giotto niet. In de laatste ronde voor het wereldkampioenschap. Als we hem nu pakken. Word je onsterfelijk, Rob. Ik bedoel Jackson. Jackson. Hij pakt de binnenkant. Pakken wij weer de buitenkant. Zijn we er nu niet voorbij nog. Hij zit nog aan mijn binnenkant. Een beetje ruimte laten. En dan hier terugkruisen. En dan komt hij nog terug. Ja, ik wou zeggen. Dan komt hij natuurlijk terug. Maar nu. Zij aan zij. Voor het wereldkampioenschap. Ah, hij is sneller. Hij is sneller. Pakken we even zijn slipstream. Oh, yo, 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 yo. Kleine waarschuwing van de FIA. Mijn excursie. Ja, jongen. Dit wordt niet de serie met de meest mooiste rijstijlen. Maar dat boeit me helemaal niks, jongen. We hebben hem wel te pakken. Soms moet je voor een overwinning maar even knokken. In letterlijke zin. En dat doen we nu ook. Ga naar de eerste positie. Pakken Giotto. Met nog 3 rondjes eraan. Reden we nog 4e. En hier is dan de finishlijn. Voor het wereldkampioenschap Formule 2. Jackson Aitken is de naam. Volgens mij in ieder geval. Jackson was in ieder geval zijn voornaam. Wat is zijn achternaam? Fantastic work, Aiden. Aiden. Aitken. Dat is ook een Formule 2 driver. Come on. You're world champion. Of course, man. Kijk eens aan. Daar zijn we hem. En daar is hij dan. Het stralende. Ja, ja, het staande middelpunt. Aiden Jackson. En een fantastische zegen van deze ongelofelijke coureur. Zeker. Wie is die vent die dit heeft ingesproken? Wat slaat dit op? Formule 1 teams. De toekomst ziet er ook zeker rooskleurig uit voor deze jonge coureur. Hey, zag je dat? Dat was de teambaas van AlphaTauri die mij even een klein duimpje gaf. Wat jullie natuurlijk ook op deze video moeten doen. Enkele maanden later begint het eerste hoofdstuk van deze carrière. Nu hij het coureurskampioenschap van de Formule 2 heeft gewonnen, heeft Aiden Jackson een stoeltje in de Formule 1 veilig gesteld en maakte zich klaar om de eerste stappen in de koningsklasse van de autosport te zetten. Kijk, en daar zit ik bij AlphaTauri, mijn nieuwe team. Als je een stap naar Formule 1 hebt gemaakt, wat niemand die jouw carrière heeft gevolgd zal verrassen, wat gaat er door je heen nu je op het punt staat achter het stuur te kruipen voor je eerste race? Nou, eerlijk gezegd, Will, besef ik dat nog niet echt. Het team heeft me een geweldige kans gegeven. De kans van mijn leven. Niet, maar goed. Een droom komt uit. Dus om je vraag te beantwoorden, ik voel me net een kind. Ik kijk om me heen en sta tussen mijn helden. Weet ja, je? Ja, ja, ook Con en Norris hebben mee aan tafel, jawel. Dus ja, het is overweldigend. Maar eenmaal op de baan, de snelheid, het geluid, de geur zelfs. Het is vertrouwd. Ik ga gewoon mijn best doen. Hey, mooi gesproken, man. En wat vind je van Casper Ackermann? Voel je je geïntimideerd met zo'n door de wol geverfde en ervaren coureur? Oh, dat is Casper Ackermann. Dat is helemaal niet Ocon. In de Formule 1. Botert dat? Nee. Oh, dat is mijn teamgenoot. Oké. Okay. Wel dus Ocon. Een grote voorbeeld. Als kind had ik zelfs foto's van hem aan de muur, weet je. Het was altijd mijn droom. Norris snapt het. Zag je dat op de achtergrond? En nu mag ik gewoon naast Casper racen. Daar doe ik het wel voor. Ik leer nu van de beste. Oké. Okay, elke legende moet ergens beginnen, toch? Zo! Dat zijn uitspraken. We willen je graag om jouw reactie vragen op de logische vergelijking tussen jou en een andere Formule 1 coureur. Hij maakte ook de overstap van Formule 2 naar Formule 1 vorig seizoen. Wil je nog wat tegen de pers zeggen? En de fans? Zij vinden jou de nieuwe Devin Butler. Oh, nee. Nee, maar dat is je rivaal, dus die ga ik sowieso kapot maken. Daar kan ik mee leven. Dan kan de oude dus weg. Zo! Sneertjes. Goed over. Ze mogen je. Heb je van niks druk gemaakt? Bedankt. Luister, alles komt gewoon helemaal goed. Weet ik zeker. Doe wat je in de Formule 2 deed. Eitje. Kijk eens aan. Oké. Dank je, Brian. Ik
Ik zal je niet teleurstellen. Brian, mijn teambaas denk ik, of mijn engineer, maar ik gok de teambaas van AlphaTauri. En ik ben dus teamgenoot van Casper Ackerman, een doorgewinterde oudere coureur waar ik vroeger fan van was. Toen ik klein was, ik had posters van hem aan mijn bed hangen. En mijn rivaal Devin Butler, die is er ook weer bij. Oké, we hebben hier een berichtje van Frans Toost, de teambaas van AlphaTauri. Dus ik denk dat Brian, die oude, dikkere man die we net spraken... Hey, wie loopt me nou te bellen? Mijn moeder! Joh, ik zit hier midden in een gesprek, man. Maar ik denk dat die wat dikkere man, dat zal mijn engineer dan zijn. Mam, vertel het eens. Hallo schat, hoe gaat het? Goed, dat boeit natuurlijk helemaal niemand. Ik heb je interview gezien. En? Je moet echt naar de kapper. Oh, juist. Nou, bedankt. Wat is dit nou weer? Mijn moeder vindt dat ik naar de kapper moet, maar je moet je mel houden. Aiden Jackson, jongen, fantastisch kapseltje heeft hij gewoon, man. Op naar de race. AlphaTauri heeft grote verwachtingen van mij. Hier gaan we, de Grand Prix van Australië met nog 9 rondes te gaan. En dat is een beetje hoe deze game mode werkt. Word ik erin gegooid? Ik haal hier zojuist iemand in. He's up ahead. Let's try and bring you two closer together. Oké, Casper zit dus nog voor me. Ik haal hier net een haas in. We rijden nu nog in F1 2020. Dus bijvoorbeeld Ricciardo, die zit hier nog bij Renault. Terwijl hij natuurlijk inmiddels bij McLaren zit. Dus dit is het vorige seizoen. Ik moet dichter bij Ackerman komen. Ackerman is 10e. En dat is dus mijn doel. Oftewel, ik moet Ricciardo in zijn thuiswedstrijd gaan proberen in te halen hier in mijn AlphaTauri. En van plek 14 naar plek 13 gaan. Dus we racen nog niet echt voor de punten. Dan moet ik zeggen, het is wel elke keer lastig dat je niet echt het circuit kan inrijden ofzo. Dus ik moet nou een beetje op goed geluk dit maar fixen. Ik weet ongeveer wel hoe dit circuit eruit ziet. Maar de vraag is, je kunt die namelijk niet echt makkelijk inhalen. Kunnen wij... Casper's in P10 at the moment. Bij Ricciardo komen. Oh, Casper is in P10. Ah, ik zit hier te kijken en het leek net of Casper in P12 was voor Ricciardo. Maar het is dus niet. Ik moet meerdere mensen gaan inhalen. Oké, let's go dan. We hebben daar nog 9 rondes voor om dat te fixen. Nou, let's go dan. Oké, daar gaan we. Casper in P10. En wij nu richting P13. Ricciardo voorbij in zijn thuisrace. Good. Good job. Nice overtake. En nu, oh joh, George Russell bij mij voorzitten. Dat we even wat moeite hebben met de auto. Russell nog hier nog in de oude Williams. Natuurlijk ook nog de oude wagens die je hier nog echt ziet. Het is echt nog voorgaand seizoen. Zo! Die ging vol in de ankers, jongen. Dat had ik even niet verwacht. Dat ging even heel erg snel. Het is ook nog wel moeilijk voor mij om live te racen. Ik ben dat niet echt gewend. Maar we pakken wel heel snel ook P12. Oh, en wie zit er dan nu voor ons? Jawel, Devin Butler. Onze eigenlijk rivaal. We vinden dat een kwal. Dat is een kwal. Dan gaan we nu op hetzelfde punt. Devin Butler. Onze rivaal in de haas. Hij rijdt in de haas, man. Wanker. We zijn er voorbij. En we zitten dus nu bij ons teamgenootje Casper Ackerman. Mijn grote voorbeeld. Casper is directly ahead of you. Ik moet bij hem komen voor ronde 11. Ik weet niet wat bijkomen is. We zitten nu in ronde 8. Dus in principe gaat dat gewoon makkelijk lukken. Ja. We zijn erbij. Wat een briljante Grand Prix van Australië was dat. Maar er is nog tijd. Oh nee, tijd voor drama. Het is net Ex on the Beach dit. Oh, oh, ik ben aan het battelen met mijn teamgenoot. Doe dat nou niet. In mijn eerste race. Je gaat niet in je eerste race. Nee. Nee, dit zie je misgaan. Nee. Oh, nee. Oh nee. Ja, dit is natuurlijk helemaal. Luister, het was een late move van Devin Butler, maar je wilt nooit twee teamgenoten elkaar zien raken. En Ackerman zal hier zeker laaiend om zijn. Helemaal waar. En ik zal je zeggen, wie er nog meer niet bij is, Aiden Jackson. Dit is niet hoe zijn Formule 1 debuut had moeten verlopen. In mijn debuut rijd ik mijn teamgenoot eraf. Mijn teamgenoot die gewoon een dikke legend is. Minor. How's it feeling, Aiden? Yeah, car's okay. Understood. See how well you can do out there. Copy. Oké, mijn teamgenoot is in de pit. Nou, dat weet ik. Dan heb ik nu nog 6 rondjes om de race te voltooien, maar ik kreeg de vraag van mijn engineer of ik schade had, maar dat heb ik dan volgens mij toch niet als ik hier bekijk rechts onderin. Ik moet nog 6 rondjes, ik moet de race nog uitrijden. Nou, ik kan het voor mezelf wat draaglijker maken. Door misschien Devin Butler weer terug te pakken. Dat zou mooi zijn. Want die is me natuurlijk zojuist voorbij gegaan in een clipje.
En nu opent hij het gat ook nog eens. Ik heb 7,2 seconden inmiddels op Ricciardo. Nou, dat is prima. Die komt dus niet meer terug. En hier ging het net allemaal mis. Met z'n drieën richting deze bocht. Ja, niet te doen natuurlijk. Maar ja, Devin Butler naaide me natuurlijk wel. Hè. Wat hij deed, dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar ja, het wordt dus zo'n story mode. Oké. Okay. Harris binnen het team. Dat hoort natuurlijk bij Formule 1. Maar ja, ik knal dan ook mijn teamgenoot eraf. Dat is ook niet heel handig. Zeker niet als jij een rookie bent. En hij een soort legend of the game is. Oké, okay, we catchen Devin Butler inmiddels. Oh. Het minste wat we wel kunnen doen voor ons team is in ieder geval nog punten bijhalen. Nadat we dus net al punten hebben weggegeven door mijn teamgenoot eraf te kegelen. Want toen reden we 10 en 11. Nou, hij is er nu af. Dus nu hebben we niemand meer in de punten. Dus als ik dan in ieder geval nog maar wat punten kan pakken ten opzichte van Butler. Dan is het en mijn rivaal die ik pak. En dan heb ik nog wat goed gemaakt ten opzichte van mijn team. Maar ik denk dat het sowieso wel een beetje Harris wordt, man. Ik denk wel dat het Harris wordt. We zitten inmiddels binnen de seconde van Devin. Dat betekent hier DRS. En dan kunnen we er nu misschien naartoe lopen en hem dadelijk op het rechte stuk gaan pakken. Zoals we hem eigenlijk net ook al te pakken hadden. Norris zit ervoor. Ook maar net voor. Maar wel binnen een seconde zit Butler niet. Dat betekent dat wij DRS hebben. Hij niet. En dan op het rechte stuk zijn we Butler weer voorbij. Remde wat laat. Great maneuver. Maar ja, dat is niet voor niks. Je breaking point. Zo, we gaan die Norris ook zeker pakken. Ik ga naar Butler inmiddels 1,5 seconden. Die zit al flink achter mij. En Norris is de mijne op dit rechte stuk. Ik heb DRS, hij niet. Ja, dan vliegen we hem echt voorbij. Hé, hey, lekker man. AlphaTauri, man. Oké, you're in the top 10. We brengen onszelf naar plekje nummer 9 voor extra punten. En ik mis weer het rempunt van bocht 1, omdat die niet heel lekker ligt of zo. Albon 3 seconden voor ons. Jawel, Albon natuurlijk nog in de Red Bull in 2020. Jawel. We hebben nog 3 rondes te gaan. Ik weet niet of we die nog kunnen catchen. Het zou ziek zijn. Wat zou er gebeuren als ik hem nu de muur in jank? Dan wordt het helemaal ruzie vanavond. There's 4 laps of fuel remaining. We hebben nog 3 rondjes te gaan. En je ziet hier Albon met daarvoor Stroll. Die zijn echt voor mijn neus aan het vechten. Ding is, als ik daarbij kan komen, zou ik zo nog maar eens plekje 7 kunnen pakken. Dat zou wel heel knap zijn. In je debuutrace. Nadat je eerst je teamgenoot eraf rijdt. Ik weet dan niet wat de bovenhand heeft in het nieuws. Maar ik ben toch bang dat het afrijden van mijn teamgenoot. Dan, dat is waar het dan allemaal over gaat. Terwijl dat ik dan wel een puige prestatie lever. Hé, hey, maar ouwe, binnen een seconde van Albon, hè. Ik weet niet, maar als jij in je debuutrace in een AlphaTauri een Red Bull eraf rijdt. Als je een inhaalt, eraf rijdt, heb ik al genoeg gedaan vandaag. Maar als je een Red Bull inhaalt in een AlphaTauri. Nou, dan weet ik toch wel dat we eigenlijk wel stoeltjes kunnen gaan verwisselen, toch? Nou, daar gaan we. Indirect al voor onze plek in de Red Bull. Want ja, die dwingen dan nu al toch wel af als je in je debuutrace hier meteen een Red Bull te grazen neemt. Dan moet ik wel even zorgen dat ik hem er ook niet afklets. Want dan denk ik dat ik helemaal de pop aan het dansen heb. Dan zal Christian Horner daar niet heel blij mee zijn. Maar we hebben plekje 8 binnen. We hebben nog... Wat is het? 2 rondjes te gaan. Oh, ik had gewoon DRS en ik vergat hem even aan te zetten. Goed. En Stroll kan ik ook nog wel pakken. Nou, plekje 7. Dan heb ik het gewoon heel prima gedaan in mijn eerste race. Ondanks dat ik Kasper Akkerman, mijn teamgenoot, de grindbak in heb gereden. Dat betekent onze laatste raceronde in. En op dat rechte stuk ga ik Lance Stroll pakken. Jezus, wat gaat hij vroeg in de ankers, joh. Die pakken we ook weer simpel, man. Op dat rechte stuk. We hebben echt veel betere exit daar telkens. This is your final lap. Final lap is ingegaan en we rijden op P7. En dat gaan we ook gewoon blijven als we hem op de baan houden. En dan hebben we in dat opzicht het gewoon prima gedaan. We zijn even onze persoonlijke snelste raceronde aan het verbeteren met 2 groene sectoren. Daar zag ik net die Ferrari nog de hoek om gaan. 4,4 seconden zitten we achter Charles Leclerc op P6. Sainz op P5. Als Lewis Hamilton, hoe kan het ook anders, inmiddels de race hier in Australië gewonnen heeft. Lewis Hamilton die natuurlijk wereldkampioen werd in 2020. Maar of dat in de game ook gaat gebeuren, dat moeten we nog zien. We rijden onze eerste race van onze F1 carrière
in 2020, F1 2020. Dus, dus in Australië naar plek nummer 7. Daar is het podium. Met Hamilton op 1, Verstappen op 2, Bottas op 3. Maar waar het om gaat is dat gênante incident tussen Devin Butler en zijn eigen teamgenoot Kasper Ackermann. Ontsierde Jackson eerste race in de Formule 1. En daar zit ik. 7e plek, maar toch in de mud. Kasper, luister. Ik weet niet wat er gebeurde. Het ging per ongeluk. Opa, wie schuld was het dan wel? Welke idioot zat er achter het stuur van jouw auto, hm? Oh, Kasper. Sneu hoor. Je wilt niet eens toegeven dat je een fout hebt gemaakt. Maar waarom werk jij hier eigenlijk? Oh, oh, oh. De eerste race. Ach, heb je hem. Butler. Devin Butler. Gadverdamme. Ik had je niet gezien. En wat? Net als op de baan vandaag. Je ramde me er bijna af, vriend. Luister. Ik weet niet hoe het... Jij sneed naar binnen, ik ontweek en voor ik het wist lag Kasper eruit. Vriend, daar had ik niks mee te maken. Wat er ook gebeurde, het kwam door jou. Probeer niet de schuld af te schuiven, want jij bent er pas net. Zo, nou, welkom in de Formule 1, Sorry, Eden. Wacht heel even. Geen probleem. Ja, ik denk dat dat een typische beginnersfout van een groentje was. Oh. Zit Devin Butler hier met trash talk over mij? Je bent snel te vinden nadat je promoveerde vanuit de Formule 2. Welk advies zou je Jackson geven voor zijn eerste seizoen? Blijf vooral maar uit mijn buurt. En je eigen teamgenoot uitschakelen, daar zou ik geen gewoonte van maken. Hij is zo'n lul. Dit is een kwal, jongen. Dit is absoluut een kwal. We checken nog even de geluidsniveaus. Goed. Ja, en nee, serieus. Kasper zal zich ik hoor dit allemaal natuurlijk. Ik dacht bij AlphaTauri. Geweldig, dank je, Devin. Dat wijf is ook. Gadverdamme. Devin Butler. Engnek. Oké, laten we het hebben over dat incident met je teamgenoot. Mot binnen het team bij AlphaTauri. Geen geweldige start voor het Formule 1 team. Nee, het seizoen van 2020 is absoluut niet goed begonnen, maar ik hoop dat jullie de video wel leuk vonden. Hamilton kan zijn titelrecord gaan evenaren. Ja, dat heeft hij natuurlijk in 2020 nog niet te pakken. Nou, Franz Tost is gewoon blij met de punten en een goede prestatie. Hij wil het nog wel hebben over dat incident goed. Hij is de teambaas en hij lijkt me niet heel boos. In tegenstelling tot Kasper en tot Devin die allemaal stoer tegen mij aan het doen waren. De mensen van haar en make-up komen morgen om 9 uur naar je hotelkamer. Ik weet niet wat dit allemaal is, maar dat gaan we de volgende aflevering allemaal zien. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren voor meer F1 2021 Breaking Point. De nieuwe story mode, gameplay, dingen is te hupselen, pup. Ik wil je bedanken voor het kijken. Doei!